Ik sprak van de week een professor in werkgeluk. Dat was niet koosdienstig. Werkgeluk, dat, ja. dat, dat, dat zou ik ook al direct zou ik daarom denken, dat kan niet deuren. Nou, wat ja. hij zei was: als je dus iets doet wat je leuk vindt, heb je ook een soort van buffer tegen stress en burn out Ja, dat geeft vaak flow. Maar dan moet je wel iets doen wat je leuk vindt. En ja, dat de tragiek van werkgeluk is: dat lang niet al, al het werk uit, uiteindelijk leuk is. Ontzettend veel werk is stom vervelend. Ja. ja. En dus de kans dat je daar een lekkere flow in krijgt, die is niet zo groot. Vandaar dat mensen dan allerlei hobby's hebben waar ze vaak wel een fijne flow in krijgen. He, daar gaan ze legoblokjes aan elkaar doen. Of ze gaan een, een spoorbaantje aanleggen. Of ze gaan pulseren, verzamelen. Of weet ik wat ze precies gaan doen. Niet waarom, dat geeft ze die bevrediging die je natuurlijk... Kijk, als je de hele dag schademeldingen moet verwerken bij een verzekeringskantoor. Dan moet je wel een heel apart type zijn, hè, om daar, wat zei die man, die professor, om daar werkgeluk in te vinden. Hè. Dat je steeds denkt van lekker schadertje. Hè. Of dat je denkt, nou, dit is in ieder geval tenminste een behoorlijke schade. Dan gaat wel 12,500 euro. Nou, nee, dat kan ik me niet voorstellen dat dat zo is. Maar de meeste mensen doen. toch Het ook, is hè? een illusie om te denken dat al het werk in deze samenleving leuk gemaakt kan worden. Nee, nee dat is nee. niet zo. Jammer genoeg. Ik weet niet of... of, of nou ja, het zijn bekend voor die beroepen dat je denkt... jongen 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 Of zo iemand ook nog in de flow raakt dan. Ja, het probleem is dat zodra je voorbeelden gaat geven... Wordt het kwetsend natuurlijk. Omdat ze vanuit mijn perspectief niet gezien... Niet zo bijzonder aan trekken zijn. Overigens, ik heb mijn hele leven ben ik docent geweest... Geschiedenis. Aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. En, en een groot deel van dat werk was bijzonder leuk om te doen. Maar er was ook heel, heel vervelend werk... En dat was natuurlijk in het bijzonder het nakijken. Oh ja, ja. Correctie, een ramp, want je wil het toch eerlijk doen. En, nou, het is een... Kun je dat niet uitbesteden? Nou, dat, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ik vind dat de vraagmaker het niet moet uitbesteden aan iemand anders. Want in het traject tussen het uitleggen van, door de vraagmaker, aan degene die het tenslotte na moet kijken, wat, wat nou de criteria zijn. Dat is zo vaag, dat is zo complex. Dat, dat kun je net zo ook niet doen. Sowieso ben ik niet zo'n geweldige uitbesteden. Ik ben geen. Eh, het is goed dat ik niet ergens een hoge functie heb bereikt in onze samenleving. Want ik, ik delegeren is mijn sterke punt niet. Maar Er zijn natuurlijk leraar die zeggen tegen de vrouw: hey, doe jij dat even? Kijk dat even naar. Ja, Eerst dat het... vind ik wel onverantwoordelijk werk, eerlijk gezegd. Die dan, veel... moet je, dan moet je ook daarheen, die niet nakijken, moet ook de vragen maken. Hmm. Vind ik prima. Als dat zo is, dan vind ik het verder prima. Ja. Omdat die vragen, dat is. De, de, en je kunt die ook proberen die vragen zo duidelijk mogelijk te specificeren en te definiëren, maar dat blijkt toch in de praktijk ook al bijzonder lastig te zijn. Ja. Ja.